De weg naar John's bierbrouwerij leidt door de oude vestingwerken. In de 12e eeuw krijgt Hulst al stadsrechten en is hiermee een van de oudste steden van Zeeland. Tijdens de 80-jarige oorlog is Hulst in Spaanse handen. Deze stadswallen worden door de katholieke Spanjaarden aangelegd om de Oranjes buiten de deur te houden. Je woont hier mooi, maar het is natuurlijk wel echt een uithoek waar je woont, hè, in Hulst. We zijn aangekomen bij de bierbrouwerij. Al sinds 1821 zit het brouwen van bier in John's familie. Dat ben jij. Het kleine mannetje, dat ben ik. Deze. Ja, en dat is mijn zus, Annemarie. Die staat daar. En je ziet ook nog echt houten kratjes en zo uit die tijd. En dat is dan weer een hele tijd ervoor. Dat is mijn moeder. Die is opgegroeid in Nieuwnamen. Dat is echt 50 meter van de grens af. Haar ouders hadden daar een café. Maar dus je bent opgegroeid met bier eigenlijk, letterlijk. Ja, had weinig andere kant op gekund. Mijn vader die handelde in bier. Dus wij kochten bier in België bij Belgische brouwerijen. En als heel klein jongetje ging ik al mee op de vrachtwagen met chauffeurs naar zo'n brouwerij. En in België was het de gewoonte dat er in zo'n expeditiehal of ook bij de kantoren, dat er gewoon een tapje stond met bier. Dus zelfs als klein mannetje kreeg je gewoon een slokje te drinken. Nog altijd als ik een brouwerij binnenloop en ik ruik de koolzuur van de vergisting, ik hoor de pompjes lopen en ik proef de sfeer, dat ik nog altijd een beetje in mijn achterhoofd die momenten heb dat ik als klein jongetje mee mocht en zien wat de grote mensen aan het doen waren. Dus dat gaat helemaal glunderen nou. Ja, dat zijn mooie herinneringen. En als je dan in een bierbrouwerij bent, moet er natuurlijk ook even geproefd worden. John heeft wel een biertje in gedachten. Eentje met een bijpassende naam. Nou, een goede naam voor bier. Lazarus. Ja. Zo, sterk. Intens, hè? Ja. Intens. Dat is het juiste woord. Dus hier zit jouw liefde in. Hier zit mijn liefde in. Met die liefde zit het wel goed. Dank je.